Je zou bijna zinnen krijgen, hè? Lekker eventjes opgerold een dutje doen. Maar we gaan het eventjes in detail bekijken, want zo'n kat. Lijkt wel redelijk massief, maar eigenlijk is iets massiefs, eigenlijk is dat een golf. Ja? Geldt trouwens ook voor zo'n blikje kattenvoer. Ja? Alles is een golf. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over, precies, materiegolven. Let maar op. Als materie pak ik een deeltje, namelijk een elektron. Heel erg klein natuurlijk, maar ja, het is nog wel een deeltje. Behalve het elektron pak ik ook een stukje kippengaas. En op het kippengaas zetten we een spanning. Ja, pak weg 5000 volt, behoorlijk. Maar je ziet ook dat de kippengaas een positieve spanning krijgt. Nou, elektron negatief, kippengaas positief dus, die trekken elkaar aan. Of de elektron, die wordt dus naar het kippengaas getrokken. En je kunt zelfs de versnelling berekenen, namelijk met de tweede wet van Newton. A is F gedeeld door M. Nou, kippengaas heeft redelijk grote gaten. Dus het elektron dat vliegt door zo'n gat heen en komt dan een barrière tegen. Gelukkig met twee spleten erin. Klein, maar een elektron is ook klein, dus die past er wel doorheen. Dus dat is wel mooi. Ja? Het elektron gaat dus door de barrière heen, ja? En komt dan op een scherm terecht. En daar botst hij tegenaan en zal hier een vlekje geven. Nou, we gaan even zo, huppakee, door de bovenste heen. En hij gaat dus daar een vlekje op het scherm geven. Nou, heel veel elektronen, dus op deze manier. En dan krijg je dus dat op het scherm, althans, verwacht je dat daar twee zwarte vlekken komen. Ja, al die deeltjes, hij gaan we gewoon recht door, want het zijn geen golven, het zijn deeltjes. We gaan even kijken naar het scherm. Dus ik pak het scherm eventjes en ik kantel even zodat je het goed kunt zien. En dit gebeurt er. Ja, iedere keer komen er vlekjes bij van elektronen. En wat zie je? Het zijn geen twee plekken. Nee, dit lijkt wel verdacht veel op een, precies, interferentiepatroon. Maxima en minima. En dan heb je dus iets aparts. Want tweede wet van Newton, A is F gedeeld door M, dus het elektron is toch echt een deeltje met een massa, maar het zorgt wel voor een interferentiepatroon. Dus het elektron heeft ook golfeigenschappen. En dat, dus dat die twee verschillende dingen kan zijn, dat noemen we het dualiteitsprincipe. Nou, dus ik heb een elektron. Het elektron is op te vatten als een golf. Betekent dus dat je bij zo'n golf ook kunt aangeven, ja, wat is die afstand? Je weet het wel, precies, de golflengte. Die golflengte kun je dan ook berekenen. Dus je kunt de golflengte berekenen van een deeltje. Ja, eventjes de formule. Golflengte is H gedeeld door M gedeeld door V. Nou, die eerste H. H, dat is de constante van Planck. En als ik het woord constante noem, dan denk je natuurlijk meteen van, hey, Binas, tabel 7. En inderdaad, daar staat de constante van Planck. He, is redelijk klein. Ja, 6,6 keer 10 tot de macht min 34 eenheid joules secondes. Dan de massa. De massa is een massa van deeltje. Ja, en in ieder geval massa van het elektron. En dat is ook de vinden in Binas 7, namelijk 7b. En daar krijg je dus inderdaad te zien dat de massa is 9,11 keer 10 tot de macht min 31 kilogram. Snelheid, die nog wel eventjes. De snelheid kunnen we vinden met behulp van een beetje elektrische energie gedoe. Heb je al gehad, maar laat het nog eventjes herhalen.
Ja, de versnelspanning is 5000 volt. Nou, dat was gegeven. We maken gebruik van de wet van behoud van energie. Beginenergie is eindenergie. In het begin heeft elektron nog geen snelheid, heeft hij alleen elektrische energie. En op het eind is elektrische energie nul, maar heeft hij alles omgezet naar kinetische energie. Elektrische energie Q keer U, kinetische energie half mv kwadraat. Als ik dit allemaal invul, dat is de lading van het elektron 1,6 keer 10 tot de macht min 19, invullen en reken het zelf maar eventjes uit, maar de snelheid kom je dan op 4,2 keer 10 tot de macht 7 meter per seconde. Dat vul je in voor de golflengte en dan kom ik op een golflengte van 8,1 keer 10 tot de macht min 11 meter en dat is de golflengte van het elektron. Nou, eventjes wat opruimen. Zo. En kijken we eventjes nog naar lambda is h gedeeld door m gedeeld door v. Die m mal v, dat wordt ook wel eens aangegeven met de kleine letter p. Ja, nou ik zeg wel eens, bijna altijd. Want p is de impuls van een deeltje. Dus p is m keer v, het impuls van een deeltje. Nou, die golflengte, omdat die zo bijzonder is, heeft hij ook een eigen naam gekregen. Namelijk, hij wordt genoemd de Broglie-golflengte. Dan moet je niet denken van, goh, wat een rare naam. Want dat is een beetje sneu voor deze persoon. Het is meneer Broglie. Ja, die heeft dit allemaal ontdekt. Een ontzettend slim persoon. En waarom zie je nou met een elektron wel zo'n golfkarakter, maar bijvoorbeeld een blikje kattenvoer niet? Nou, dat komt omdat die lab dus h gedeeld door p, die h die is al ontzettend klein en betekent dus dat de golflengte ook ontzettend klein is. Ja, hebben we ook bij het elektron gezien. En wanneer zie je een golfkarakter? Dat is inderdaad als je inderdaad in de buurt bent van de golflengte. En ja, in dagelijks leven, ja, zul je dus niet snel iets kunnen zien ter grootte van, ja, wat zou het zijn, 10 tot de macht min 30, 10 tot de macht min 20, maakt niets uit. Het is veel te klein. Dus normaal in het dagelijks leven zie je dat niet. Vandaar dus dat wij alles bekijken als materie, want de golfeigenschappen zien we niet. Ja, het is gewoon te klein daarvoor. Maar het is er wel. Zo'n elektron, ja, die zal dus een interferentiepatroon geven. Ja, en ja, dat is natuurlijk wel een vraag, door welke spleet gaat hij? Nou, bijvoorbeeld door de bovenste. Zo, bank, gaat hij daarheen. Ja, of hij kan ook, niet door de bovenste, maar huppakee, daar doorheen. Ja. En we zien dan een interferentiepatroon. Maar als je dus per keer één elektron er doorheen gaat, ja, dan krijg je dus per elektron één stipje. Ieder stipje wat je daar ziet, ja, komt door één elektron. Dat betekent dus dat het niet zo is dat het met een echte golf, ja, sorry voor mijn woordkeus, hè, dat er een interferentie is. Ja, die elektronen, ja, die geven wel een interferentiepatroon, maar ze interfereren niet met elkaar. He, en dat is dus inderdaad ook proefondervindelijk gedaan, door inderdaad echt ieder elektron apart eerst er doorheen te laten gaan. Kijk nou even naar zo'n elektron, dus één bundel zoef erop. He, die bundel die gaat dus voor een deel door bovenste, door een deel onderste, en daardoor krijgen we weer zo'n interferentiepatroon. Nu kun je denken van, oh weet je wat, heel slim, ik ga boven en onder eventjes tellen van hoeveel elektronen gaan er bovenlangs en hoeveel elektronen gaan er onderlangs. Maar als je dit gaat doen, dan ga je dus deeltjes tellen. En deeltjes tellen betekent dus dat je gebruik maakt van, ja, maar let op, het elektron is een deeltje. En dat is heel apart, want als je dus dat gaat doen, we noemen dat trouwens het meten van de padinformatie, hè, welk pad gaat een deeltje langs, ja. Maar als je dat gaat doen, dan verdwijnt plotseling het golfkarakter van een elektron. En je ziet plotseling het patroon verschijnen wat je normaal ook zou verwachten als een deeltje is. Oftewel, geen interferentiepatroon. En
Bedenk even, dat betekent dus dat door puur het doen van een waarneming, ja, je het gedrag wijzigt van het elektron. Ja. Door te kijken, ja, zal het elektron golfeigenschappen verliezen. Ja, dat is eigenlijk bizar als je daarover na gaat denken, maar het is wel zo. Nou, eventjes hè, die teltjes weg. Zo, en we krijgen weer gewoon een interferentiepatroon. Ja, en nogmaals, ieder stip afkomstig van een elektron. Ja, het elektron zelf is dus eigenlijk niet een golf, maar ja, hij geeft wel golfeigenschappen. Ja, maar wat betekent dit nou eigenlijk? Nou, kijk, op zo'n donker stukje, ja, is er dus heel weinig kans om elektron aan te treffen, terwijl op zo'n wit stukje er juist een grote kans is om elektron aan te treffen. En we kunnen dat ook omzetten in een golf. Kijk, op deze manier. Ja, een golf, ja, bij een elektron. We noemen dat een golffunctie. In dit geval is die functie zelfs een mooie sinusoïde, maar het hoeft op zich geen sinusoïde te wezen, maar in dit geval dus een wel. Ja? En met een golffunctie kun je dus aangeven hoe waarschijnlijk het is dat je een elektron aantreft. Ja, een grote amplitude. Ja, en dat is dus op deze plek. Ja, betekent dat je grote kans hebt om het elektron aan te doen. En hier, ja, een uitwijking van 0 betekent dus dat hier praktisch de kans 0 is om hem aan te treffen. Hier trouwens, hè, het is heel apart natuurlijk, hè, want de uitwijking is hier negatief, maar wel weer een grote kans om het elektron aan te treffen. Ja, dus dat is waar het om gaat. En, oftewel, dat interferentiepatroon, dat is een waarschijnlijkheidsverdeling. Ja, een waarschijnlijkheidsverdeling, hoe waarschijnlijk is het om een elektron aan te treffen. Nou, eventjes dat patroon weg en we kijken even alleen naar de golffunctie. De golffunctie heeft trouwens ook een symbool, dat is de Griekse letter psi. Nou, op zich wel een leuke letter trouwens. Maar de golffunctie, daar gaan we even naar kijken dus, die heeft dus op bepaalde plekken een uitwijking groter dan 0 en op bepaalde plekken een uitwijking kleiner dan 0. En dat is een beetje raar natuurlijk, hè? Een waarschijnlijkheid van groter dan 0, dat is logisch. Maar waarschijnlijk kleiner dan 0? Nee, niet echt. Wat men heeft gedaan is, men pakt de golffunctie en men kwadrateert dat. Ja? Door te kwadrateren, hè, zal dus iets wat kleiner dan 0 is, gewoon groter dan 0 worden. Dus de golffunctie wordt dus psi in het kwadraat. Eventjes samenvattend voor het elektron, hè, maar in principe voor ieder deeltje. Maar goed, we zijn begonnen met elektron. Een elektron is dus een deeltje, maar daar hoort een materiegolf bij. Ja, en die materiegolf, daar hoort de golflengte bij en die kun je berekenen met h gedeeld door p, de Broglie golflengte. En golffunctie, ja, dat is een ander woord voor die materiegolf. Het symbool is daar die letter psi. En het kwadraat van de golffunctie, dat is een kansverdeling, oftewel de waarschijnlijkheidsverdeling om het deeltje aan te treffen. En dat is dus, he, die waarschijnlijkheidsverdeling, dat is dus dat interferentiepatroon. En we hebben dat dubbelspleet-experiment eerder gehad. Ja? En dubbelspleet-experiment is dus dat je elektronen op een dubbelspleet voedt. En we kijken even naar één elektron. En het scherm is dus nog eerst helemaal zwart. En je ziet één elektron op het scherm. Nou, en dat kan bijvoorbeeld pop daar ontstaan. Maar voor hetzelfde geld, ja, verschijnt het daar. Of daar. Ja. Het is willekeurig waar het ontstaat. Het is in ieder geval maar één stip. Ja, en we hebben eerder gezegd van, goh, één stip. Dus het interfereert in ieder geval niet met zichzelf. Ja. Maar hoe kun je bepalen waar die stip ergens komt? Nou, je kunt niet bepalen waar die stip komt. Nee, je kunt wel zeggen hoe waarschijnlijk het is dat een stip ergens terechtkomt. Nou, en dat is dus die waarschijnlijkheidsverdeling. Je kunt dus een kans berekenen. En een kans is gelijk aan het oppervlak onder de golffunctie. Dat betekent dus dat je een oppervlak moet selecteren. Bijvoorbeeld zo, deze. Ja. En het oppervlak eronder, deze, dat is dan de kans dat de elektron ergens
daar terechtkomt. Ja, de kans dat elektron in dat gele vlak komt, is gelijk aan het oppervlak van datzelfde. Ja. En nu is het natuurlijk van, ja, de kans dat het ergens terechtkomt, ja, ergens op scherm, dat is 1. Ja. En dat betekent dus dat die golffunctie zo wel moet worden gemaakt, dat het oppervlak onder de golffunctie, hoe groot moet die zijn naar het totaal oppervlak, moet dus 1 zijn. Want ja, de kans dat het terechtkomt is gewoon 100%. Nou, eventjes het verschil tussen de klassieke natuurkunde, bijvoorbeeld van meneer Newton, hè, die was ontzettend knap en die heeft ook met projectielen gewerkt en die heeft dus een theorie ontwikkeld en daar kon hij 100% nauwkeurig berekenen waar de kogel terecht komt. Dus bijvoorbeeld precies op die appel. Nou, en dan heb je dus nu de nieuwe natuurkunde en die zegt van nee, dat is niet zo, maar je kunt wel 100% nauwkeurig berekenen hoe groot de kans is dat een deeltje ergens terecht komt. Ja, en dat is het verschil tussen de klassieke mechanica, hè, die heeft een exacte bepaling, en bij kwantummechanica, en die werkt met waarschijnlijkheden. Weer elektron, weer twee spleten. Ja, huppakee, interferentiepatroon is te voorspellen. Maar omgekeerd kan natuurlijk dat ook. Ja, je kunt ook zeggen van, goh, ik kijk naar het interferentiepatroon, en dan kan ik voorspellen hoe die barrière eruit ziet. En dat wordt ook toegepast om de structuur van materie te onderzoeken. Ja, men neemt dus een stukje materie, bijvoorbeeld een kristal, maar het kan ook bijvoorbeeld een eiwit zijn. Men stuurt er een bundel elektronen op en dan ontstaat er dus een interferentiepatroon. Ja, en het interferentiepatroon, dat wordt dus dan gebruikt om daarbij te zien van, oh, dus de kristalstructuur ziet er zo en zo uit. En dat is een toepassing, een ontzettend belangrijke toepassing, dat wordt genoemd kristallografie. Ja, ja. En, oh. Dat bedoel ik, het is wel weer genoeg geweest. Bedankt voor het beluisteren en tot een volgende keer.